De blauwalg is elke zomer een terugkerend probleem. Een zuiveringsvlot tegen blauwalg, bedacht door twee technici, is mogelijk de oplossing. Ik vind het heel mooi om, om kinderen die het wat minder goed hebben een fijne vakantie te bieden. Gelderse gastgezinnen en hun kinderen worden in het zonnetje gezet met een dagje uit. Goedenavond. De blauwalg is elke zomer een terugkerend probleem. De planktonsoort kan giftig zijn en brengt risico's met zich mee voor zwemmers en huisdieren. Maar twee ingenieurs uit Twello die hebben een oplossing bedacht. Op de vijver in het Zuiderpark in Apeldoorn drijft dit zuiveringsvlot. Een uitvinding van Bart en Bram. Eigenlijk zijn wij 9 jaar geleden tijdens onze studie zijn we begonnen om te kijken of we het maatschappelijke probleem van de blauwalgproblematiek kunnen oplossen. Daar is eigenlijk dit vlot uitgerold die op een autonome manier blauwalgen uit het water filtert. Ja, het is een vlot met twee zonnepanelen. Die zonnepanelen wekken de energie op wat in accu's wordt opgeslagen. En vanuit die accu's wordt een luchtpompje aangestuurd die het water middels een airlift-principe, dat is een principe waarbij je heel veel belletjes onder in een buiskolom drukt. En daar die belletjes het water mee omhoog tillen. En daardoor wordt het water gezuiverd, gecirculeerd en door een zuiveringscompartiment gehaald. Het waterschap is enthousiast over het vlot en ziet meer mogelijkheden. We zijn aan het denken aan een filter met mosselen die actief dat water eroverheen pompen en waardoor die mosselen die algen eruit halen. Maar je kan ook denken aan het bouwen van een vlot met planten en dat je op natuurlijke wijze het water over die planten heen leidt en er doorheen laat lopen door de bodem en op die manier het water filtert. Het vlot heeft nu een schelpenfilter erin zitten, maar er zijn ook mogelijkheden met bijvoorbeeld een drijvend eiland. We draaien ons handen om voor dit soort ontwikkelingen te realiseren. Tientallen kansarme kinderen uit heel Europa zijn deze weken op vakantie bij Gelderse gastgezinnen. Een speciale familiedag van Europa Kinderhulp zet de gastgezinnen en hun vakantiegangertjes in het zonnetje in Wekerom. Met een roofvogelshow, grote springkussens en theater vermaken de kinderen zich uitstekend. Dit gezin heeft een Duits meisje op vakantie en dat vindt het eigen kroost geweldig. Ja, het is gewoon heel gezellig. Ik vind het heel mooi om, om kinderen die het wat minder goed hebben een fijne vakantie te bieden. En dat kan bij ons in ons gezin. Johan IJsendoorn is al jarenlang vrijwilliger bij Europa Kinderhulp en bezoekt de kansarme kinderen in het buitenland. En dan kom je dus wel plekken tegen waar kinderen absoluut niet buiten kunnen spelen. Vroeger ging het vooral om kinderen uit arme gezinnen. In het begin hadden we dat wel heel veel, dat kinderen echt... financiële problemen, maar nu zie je ook een beetje verandering van kinderen die amper gewenst zijn. Europa Kinderhulp biedt daarom deze vakanties aan bij gastgezinnen. Het voordeel is dat ze echt gewoon een vakantie hebben, dus een kind kunnen zijn. Je ziet gewoon dat ze opbloeien als je ze aandacht geeft alleen al. Een balletje trappen of een trampoline springen, daar doe je het voor. En de top 3 van vakantieplezier bestaat uit... voetballen, friet en lummelen. Zometeen een bezoek aan de grootste antiekmarkt van het land in Apeldoorn, waar liefhebbers op zoek gingen naar unieke koopjes. Dat is bakkeliet. Dat is een hele zeldzame kleur. Dus mijn dag is oké. Een 40-jarige vrouw uit Doetinchem is vanochtend om het leven gekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen. De chauffeur zag de vrouw op de fiets die voorrang had over het hoofd toen hij wilde afslaan op een rotonde. De vrouw bezweek ter plekke aan haar verwondingen. De bestuurder is door de politie meegenomen naar het bureau voor het afleggen van een verklaring. En een raadsel bij Terwolde. Op de Bandijk heeft de politie daar vannacht een gecrashte auto gevonden, maar de bestuurder was verdwenen. De auto lag tientallen meters van de weg op zijn kant tegen een boom. Gezien de impact van de crash is het mogelijk dat er gewonden zijn. Maar zelfs na een uitgebreide zoektocht van de politie was er niemand te bekennen. Voor de een een jacht op een uniek exemplaar, voor de ander een leuk uitje in de zomervakantie. De antiekmarkt in Apeldoorn is een van de grootste van het land en daarvoor wordt zelfs de aanhoudende regen getrotseerd. Wie iets moois wil, moet er vroeg bij zijn. Dus gelijk na opening wordt al druk onderhandeld voor een mooie prijs. Een doosje met een beschilderd met een aantal strijders erop. En dat was heel goedkoop en ook mooi. Dat is bakkeliet. Zo'n hele early
plastic. En daar zijn radio's en zo van gemaakt. Dat is een hele zeldzame kleur. Dus mijn dag is oké. De markt in Apeldoorn is een van de grootste van het land. Een paar handelaren zijn thuisgebleven door de regen. Maar nog steeds staat het marktplein zo goed als vol met een gevarieerd aanbod. Ja, wat er ligt. Dus niet speciaal porselein of iets anders. Dat, van alles wat. Spulletjes van rond de 1930 Art Deco periode, zeg maar. Okay. Ja. En Katwijk aardewerk. Antiek, heilige beelden en alles wat daar eigenlijk tussenin zit. Toch zijn sommige kwetsbare antiekstukken thuisgelaten vanwege het slechte weer. Desondanks blijft de markt de moeite waard voor deze bezoekers. De mensen zijn te vertrouwen over het algemeen. Dat vind ik heel belangrijk. En ze doen niet moeilijk. Leuke handelaren. Je begint elkaar na wat bezoekjes te kennen. Ik vind het heel gezellig om hier te zijn. En ach, wat maakt die regen uit. Ja, de regen. Daar konden ook de bezoekers van het paardenspektakel in Beekbergen niet omheen. Maar ook de echte dressuurfans lieten zich niet tegenhouden. En dus werd het gezellig druk. Was wir später haben. Ja. Ja, die Mieke war nicht in der Kirche und hat nicht darum gebetet, dass Sonnenschein herrscht. It's not great weather-wise. Jullie zitten helemaal verstopt onder de paraplu, hè? Ja, klopt. Wat een toestand. Ja, dit hadden we natuurlijk aanzien komen. Hè. We houden elke dag de weersvoorspelling in de gaten. Maar helaas, het is zoals het is. Wetter kunnen we niet ändern. Morgen vielleicht wieder besser. Ja, ja? Morgen. Ja. Aber die Voraussetzungen sind hier sehr schön. Sehr schöner Dressurplatz, ein schöner ja, Rasen. Wunderbar. Wunderbar ja. Kan je mij eens vertellen wat nou het leukste is van vandaag? Nou, gewoon bij de paarden kijken en naar de wedstrijden. Dat vind ik het leukste. Good yeah. Time, yeah. Yeah. We want to come and make the most of what we're here to see. Yeah. Hoffen wir, dass das Wetter ein bisschen besser wird und dass noch mehr Zuschauer kommen. Der Sport hat das verdient. Dit is gewoon een dag wat in de herfst voorkomt. Maar nogmaals, je hebt te dealen met de condities zoals het is nu. Tot zover deze uitzending. Op onze website gld.nl meer over loslopende agressieve honden in de reden die buurtbewoners en andere honden aanvallen. Mooie avond verder. De zon maakte vandaag geen schijn van kans. Het was een grijze en druilerige dag met soms ook nog een stevige wind. Nou, dat zomergevoel was ver te zoeken voor iedereen die momenteel vakantie aan het vieren is in eigen land. En dat zomerweer is voorlopig ook nog even ver te zoeken. Van droogte is ook geen sprake, dus de sproeiers in de tuin kunnen de komende dagen met een gerust hart uitblijven. Vanavond hebben we nog met veel bewolking te maken, ook nog enige tijd wat motregen. Het zwaartepunt van de regen ligt een beetje boven het zuiden van Gelderland. Maar ik sluit niet uit dat het ook elders nog wat kan motregenen. Matige zuidwestenwind voert een wat milde luchtsoort met zich mee. Dus het is zeker niet koud met 18 graden. En vannacht verandert er aan die temperatuur heel weinig. Op het koudste moment van de nacht 17 graden. Het is wel wat droger geworden en met een beetje geluk komen er af en toe ook wat opklaringen voor. Nou, als we dan even het bewolkingsbeeld van morgenochtend erbij pakken, dan zien we die opklaringen nog wel terugkomen. Kan er af en toe eventjes een zonnetje tevoorschijn komen. Uit die dikkere wolkenlagen nog steeds wel wat motregen mogelijk. En in de loop van de dag zien we dan toch wel weer wat buien verschijnen. Kan het even weer wat steviger regenen. En we zien opnieuw toch wel vrij veel wolkenvelden in het plaatje. Nou, voor morgenmiddag ziet dat er vervolgens zo uit. Meeste bewolking een beetje boven het zuiden en oosten van Gelderland in de Betuwe en in de Achterhoek. De meeste zonneschijn is waarschijnlijk weggelegd voor het noordelijk deel van de Veluwe richting Zwolle die kant op. Temperatuur zo'n 23 graden met opnieuw een zuidwestenwind.
En die windrichting is ook de dagen daarna nog dominant aanwezig. En we blijven met een heel wisselvallig weertype te maken houden. Ik heb even de neerslagkansen meegenomen. En we zien hier die oranje kleuren. Meer dan 10 mm. Vooral de maandag en dinsdag zien er behoorlijk verregend uit. Continue zuidwestenwind en temperaturen dan rond 20 graden.